Maar wat slagwerk zo mooi maakt, is dat je eigenlijk, nou ja, iedere land, iedere cultuur heeft zijn eigen instrumenten en zijn eigen manier van spelen. En een van de uitstapjes die veel slagwerkgroepen graag maken is richting de Afrikaanse kant. Dus dat gaan we vandaag ook doen met het werk African Movement of Joy. En het zal waarschijnlijk achterin niet helemaal duidelijk zijn, maar hier vooraan zitten twee dames en één heer op een djembe te spelen. Tenminste, zo meteen te spelen. Zij spelen de solo passages, dus voor degene achterin, ja, misschien af en toe even gaan staan, kunnen zien wat hier vooraan gebeurt. Maar African Movement of Joy. Thank you.